De Visserijdagen-uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Harlingen. Vandaag de derde Visserijdagen special ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van deze Harlinger Feestweek. De opening stond woensdag natuurlijk in het teken van dit jubileum. Als decor diende het omslag van het jubileumboek. Dat boek is gemaakt door Henry Drost, de uitgever en fotograaf van de Harlinger Courant, die zelf 50 jaar lang alle Visserijdagen vastlegde. Henry Drost had een hele beelig werk met het uitzoeken van alle foto's, negatieve en digitale bestanden die in de loop van deze halve eeuw door hem werden gemaakt. Om dat allemaal op jaartal te krijgen, want het is natuurlijk vaak herhaling in de visserij daar. Ja, het was een vreselijke klus. Ja. Vooral ook omdat het, want het eerste gedeelte was het wel aardig op een regel. Hè. Toen hadden we negatieve, die had je zelf ontwikkeld, maar in de latere tijd toen hebben we natuurlijk... was ik niet meer alleen foto's wil maken, dus er is gewoon veel afdrukken uit het redactiearchief gekomen. Ja. En om dat allemaal te siften en op foto's kun je niet zien wat voor jaartal het is. Had jij nou ook zoiets van, oh ja, hoe zat dat ook alweer? Want we zijn natuurlijk allemaal een beetje ouder geworden. Ja, we hebben natuurlijk wel de jaargangen van de krant allemaal ingebonden en dat was natuurlijk een hele mooie handleiding. Heel veel foto's hebben we terug kunnen vinden door in de jaargangen te bladeren. Ja. En daar kon je ze erbij zoeken. Nou heb je, hoe zit dat precies? Je hebt het op jaartal neergelegd? Ja het zijn 50 jaartallen, het hele boek. En dan weer onderwerpen bij elkaar? Niet onderwerpen bij elkaar, jaren bij elkaar. Maar ik zie bijvoorbeeld allemaal bootraces bij elkaar. En ja, wel zoveel mogelijk. Ja, een beetje natuurlijk op volgorde. En dan moet je de tekst ook lezen. Dus de teksten zijn voornamelijk uit de verslagen uit de Harlinger Krant gehaald. En die zijn compact weergegeven met de hoogtepunten. Johan van der Wal is daarvoor terug geweest in Harlingen? Ja. Ja, het is jammer dat hij niet meer in Harlingen woont. Ja. Ik denk zelf dat hij nog wel een keer terugkomt. Maar hij heeft het wel heel kundig gedaan. Ja. En hij is natuurlijk ook een van de weinigen die ook al de 50 visserijdagen in Harlingen mee heeft gemaakt. Ja. Wat is nou een bijzondere vondst die je gedaan hebt? Dat je er tussenin zat dat je dacht van, ja, dat was ik vergeten. In je achterhoofd weet je natuurlijk wel vrij veel van wat je zelf... gefotografeerd heeft, maar een van de hoogtepunten vond ik toch wel het koninklijk bezoek met prins Klaus en Beatrix was ook aan boord. Heb je Beatrix ook gefotografeerd? Ze staat erin, op de Piet Hein. Ja. Maar ze was incognito. Ja, ze was incognito. Ja. Het officiële, dat deed prins Klaus. Ja. En wat natuurlijk heel bijzonder is het vuurwerk op de Noorderhaven, wat al lang niet meer mag. Dat mag al lang niet meer. En niet meer kan ook. Nee. En zo zie je wel meer dingen. Sportwedstrijden op de lanen. Met bierdrinkwedstrijd bijvoorbeeld. Als je weer zoveel mogelijk flesjes bier achterover kan staan. Nou ja, ik heb het er een keer met Paul over gehad, maar dat kun je niet meer voorstellen in deze tijd. Nee. Kijk, ook de negatieve dingen zijn erin, hè? Van de dieptepunten. Ja, van het vergaan van een schip natuurlijk. Dat was meteen al in... In welk jaar was dat? Even kijken. 1961. Ja. Dit jaar is ook niet meegeteld. Hè? Het boek begint in 1958. 58, nu is 59, dus één jaar overgeslagen. Ja. En dat zijn verschillende manieren om dat ook te rekenen. Want het visserijcomité rekent die ene keer wel mee. En die zegt van de eerste visserijdagen waren in 59. Maar wij vinden eigenlijk dat... Jij weet wel beter. Ik weet wel beter. 1958. En die ene keer is het echt afgelast geweest, dus zijn er dus niet geweest. Okay. Dus die moet je ook niet meetellen, vind ik. Nee. En dat komt precies, ik was toen 16 jaar. Ja, dat is... Hoeveel foto's staan erin? 1200. Die eerste foto's, die heb je allemaal moeten scannen? Ja, het zijn allemaal zwart-wit negatieven die allemaal ingescand zijn. En daar ben ik mee begonnen dus, al die jaar, per jaar alle foto's inscannen. Ja. Hoeveel uur werk zit hierin? Ik ben er meer dan een jaar mee bezig geweest. Niet constant, maar af en toe aangewerkt. Nee. Het idee is ook echt vorig jaar geboren, toen eigenlijk de 50ste editie ter sprake kwam. Toen denk ik van ja, zou ik nou... Toen ben je gaan nadenken. Ik denk van, ja, volgens mij ben ik alle visserijdagen geweest. Later dacht ik, moet ik ook van alle visserijdagen foto's hebben gemaakt. En dat klopt ook wel, die zijn allemaal teruggevonden. Je hebt altijd goed archief daarvan bijgehouden. Ja, redelijk goed. Ja. Ja. Zijn er een paar jaargangen in de overgang van
de zwart-wit fotografie waarin je zelf de films ontwikkelde. Toen kwamen de kleurenfoto's, toen lieten we veel foto's afdrukken bij gewoon met de fotograaf en afdrukken. En die zaten wel allemaal in doosjes, maar die waren moeilijk terug te vinden bij welk jaar dat precies hoorde. Ja. En daar hebben we de jaargangen van de kranten voor gebruikt. Hij is klaar. Wanneer ligt hij in de boekwinkel? Woensdag meteen. Dus vandaag kunnen ze hem al verkopen? Ja hoor, ja. Het is overal verkrijgbaar bij boekhandel Wever, de Bruna. En we hebben ook gemeente, het boek kost 29,50. Om tijdens de visserijdagen iedereen die het dus koopt op de verkoopadressen 5 euro korting te geven. Dus 24,50. Het hoort in elke Harlingen boekhandel te staan. Geweldig. Ja. De visserijdagen uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Harlingen.